De politie van Munder kreeg vanmorgen vroeg vanuit het academisch ziekenhuis melding van een steek- en schietpartij. Ter plaatse aangekomen is aan de politie gemeld dat drie slachtoffers naar de spoedeisende hulp waren gebracht voor medische behandeling. Het gaat om de 25-jarige Guianese Joan S., de 37-jarige Surinamer Kelly A. en de 37-jarige Surinamer Aywen L. Deze drie slachtoffers hadden allen steekverwondingen aan het lichaam. Kort daarna zijn twee mannen met een Engelse tongval ter plaatse verschenen en wilden in de behandelruimte gaan. Zij zijn tegengehouden door de beveiliging van het AZP. Een van de mannen heeft een vrouw, die de eerdere slachtoffers naar de spoedeisende hulp had gebracht, met een scherp voorwerp aangevallen. Het gaat om de 27-jarige Guyanese Candice Way. De twee mannen zijn daarna weggerend en onder het rennen heeft de andere man een jachtgeweer getrokken en intimidatieschoten gelost. In de directe omgeving was er een auto geparkeerd waarin de twee onbekenden zijn ingestapt. Tegen de politie hebben de slachtoffers verklaard dat zij op een verjaardagsfeest aan de Saramakkastraat waren. Tegen het eind van het feest ontstond er een vechtpartij waarbij een man de slachtoffers met een mes heeft neergestoken. Volgens de slachtoffers moet hij ook degene zijn die de schoten heeft gelost bij de SEH. Het hoofd van de publiciteitsdienst van het KPS, hun Naarden, zegt dat de ziekenhuisleiding gelijke maatregelen heeft getroffen door de beveiliging van de SEH te versterken. De politie van Munder was snel ter plaatse en samen met de ziekenhuisbeveiliging is ervoor gezorgd dat de veiligheid van het personeel en de bezoekers gegarandeerd was.